De lappen zijn aan! Ze zijn uit! Kijken wie er goed weg is! Voorin is Jeppy goed weg! Michael verliest een plaats, die McLaren! Oh, er gaat iemand wijd! En dus komen ze goed weg, joh, die McLaren's! En je leidt Jeppy de race! Brian op de hielen gezeten door Dennis. En ja hoor, Jeppy eruit! Dat wordt een safety car, dat wordt een safety car! Safety car op de baan, dames en heren! De eerste safety car van de wedstrijd. En voor Jeppy is dit enorm balen! Nu leidt Michael de race, maar niet met de voorsprong die hij wil, want Jordi... Een safety car dus. Jeppy is er ook helemaal klaar mee. Oh, Brian tijdens de safety car! Oi, 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 dit is dom. En de penalty van Louis wordt er straks afgetrokken. Brian, crash tijdens de safety. Oh ja, Joris komt er ook wel in. Oh! Louis krijgt opnieuw een panel! Iedereen krijgt weer penalties, maar er wordt er straks allemaal weer van afgehaald. Brian heeft geen penalties. Dennis de pits in. Louis kan aanvallen bij Jordi. Doet het ook. Maar niet genoeg. Dus tijd haalt Wietse weer een nieuwe pitstop. Weer allemaal panels. Jongens, die moeten jullie niet doen. Technisch gezien hoeft er niet gestopt te worden. Maar ik ken mensen die dat heel goed weten dat dat wel goed kan werken. Michael rijdt first slap 1.21.8. Ook vanaf ronde 8. Michael niet. Jordi ook niet. Brian, wat gaat Brian doen? Niet. Of gaat hij het niet doen? Michael de pits in. De leider in de race gaat in de pit. Michael moet wachten. Of de, natuurlijk op de penalties. Gaat lekker. Moet Jordi ook nog Brian voorbij? Ai, 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 dit doet pijn. Maar dat wordt natuurlijk allemaal digitaal nog teruggezet.
En daar profiteert Brian weer van. Ja, Louis op de inhaalactie op Wietsen. Nou. Wietsen, oh! Oké, daar kan hij hem nooit meer voorbij. Jordi loopt er tussen het hart in op Ryan. Moet alleen zien geen fouten te maken. Louis gaat hem ernaast zetten. Ho! Oh! Ja, en daar is het gebeurd, lijkt het me. Ja, Louis heeft nu officieel Wietse ingehaald. Wietse probeerde het nog wel. Dit is zo'n... Dit is nog een best leuke race. Ik dacht, nou, dit wordt een saaie race. Maar dat wordt het dus totaal niet. Brian glipt bijna weg. Jordi gaat hem inhalen. Brian remt laat, heeft zichzelf ermee. Maar kan Brian daarom nog terug of is het echt de einde oefening? Rijd nog even de snelste race ronde, 1.20.0. Er was echt een gevecht aan om de snelste race ronde deze race. Want de snelste race ronde is wel 1, 2... Dat gewoon, ja, eigenlijk ook wel respect verdient. Ze rijdt in niemands land, maar rijdt toch mooi de race uit. Hier de leider in de wedstrijd, die de laatste bocht, de Arie Luijendijk bocht, ingaat. En die nu, na start-finish gaat straks. Michael wint de Nederlandse Grand Prix, wint zijn thuisrace. Jordi komt over de streep als tweede. Dan komt Brian ook op zijn thuisrace op de derde plek. Een geheel Nederlands podium, wat ook niet gek is, met maar één Belg. Maar die Belg die wordt al vierde.